Zondagavond 20 augustus is er een stoffelijk overschot van een man aangetroffen. In de Nova Zembla-straat in Amsterdam-Westerpark. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, dus de woning is bestempeld als plaatsdelict. Twee personen melden zich dezelfde avond bij de politie. Zij zeggen betrokken te zijn bij de dood van de man. Het gaat om een 22-jarige man en een 52-jarige vrouw. Uit onderzoek bleek later dat het gaat om een misdrijf in de relationele sfeer.